Deze nieuwsuitzending is van vrijdag 10 juli, opgenomen om 8 uur 's avonds. Het onderwerp is Farid Asarkan. Ik kende die man helemaal niet. En hij is dan sinds 21 maart 2020 fractievoorzitter van DENK. En ik kende DENK helemaal niet. Ik denk, ja, ja. Je had ook zo'n partij, die heette Mens. Ze was M van mens en dan N. En die S was van samenleving. Dus een mens van mens en samenleving. Ja, ja. Mij interesseert de... Ja, het interesseert me wel. Maar niet zoveel als de meeste mensen. En Farid Asarkan viel mij op vanwege zijn persoonlijk beledigend grove taalgebruik. Wat ik zou willen noemen achterlijk taalgebruik. Je kan zeggen boerenkinkel taalgebruik. Maar Nederland is niet langer agrarisch. Dus dat betekent niet meer zoveel. Nu zou je moeten zeggen straatschooier. Achterbuurt. Achter. Zo, achterlijk, daar komt het op neer. Dus achterlijk taalgebruik. In de categorie persoonlijk, beledigend, grof. Of in de categorie dat doen volwassen mensen niet. Nou, Farid Asarkan. En dat grove taalgebruik, dat komt zo dadelijk nog. Dus maak je tieten maar nat. Die is dan geboren in Marokko. En zijn vader werkte hier al. En hij is dan achter zijn vader aangekomen. En het ging allemaal vrij goed met hem. Hij heeft gewerkt bij Randstad als intercedent. En hij heeft gewerkt bij ABC Management Groep. En heeft hij gewerkt als manager bij de gemeente Amersfoort. En dan gewerkt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verantwoordelijk voor Rijksmonumenten. En dan de landelijke organisatie Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. En dan heeft hij gewerkt bij de Rijksgebouwendienst. Oké. Okay. Jojo, hij woont in Culemborg. En heel vreemd, dat wist ik allemaal niet. Op 6 mei dit jaar heeft het bestuur van DENK in een persbericht bekendgemaakt dat Asarkan met onmiddellijke ingang was geroyeerd als lid. Royement is de excommunicatie. Dan willen ze niks meer mukken te melken hebben. Dat was op 6 mei. Dat was ten tijde van die coronadoden. Door die maatregel. En die maatregel was van 16 maart. Is dan 8 weken na die maatregel. Dus toen waren die 9000 dode Nederlanders al gevallen. Toen was de
Ja, dus de sterftegolf was voorbij. Net was de sterftegolf voorbij. En toen werd hij geroyeerd als lid. Dat wist ik allemaal niet. En toen hebben allerlei mensen achter hem gezegd te gaan staan. En toen heeft de partijvoorzitter van Denk, Selçuk Öztürk, die is toen, ja, die moest weg van Azerkan. Nou, dan wil jij natuurlijk weten wie is Selçuk Öztürk. Ik wist het echt niet. Dat was een vage gozer. Hij in NRC Handelsblad heeft een artikel gestaan waarin gesteld werd dat Öztürk als raadslid een twijfelachtige, dubieuze vastgoeddeal had gesloten. Jojo. En Öztürk kwam als medepartijoprichter van Denk in maart 2020 in het nieuws door het opstappen van Tunahan Kuzu. Ja. En Kuzu stelde dat hij door Öztürk werd gechanteerd en onder druk werd gezet op te stappen. Ah, kort daarop werd bekend dat fractievoorzitter Azarkan het partijbestuur van Denk, inclusief Öztürk, opriep te vertrekken. En op 6 juni was het zover. Toen was Öztürk weg. Ja. Dus nu hebben we Azarkan dus over. Want de Turken hebben mot met de Marokkanen. Nou, laten we eens even kijken hoe het allemaal zit met die Marokkanen dan. Ik heb hier een boodschapje. Dat is Jurk. Dat maakt niet uit. Je krijgt als eerste te horen Lilian Marijnissen van de SP. En die vraagt aan Azarkan hoe het zit met het excuus wat hij zou maken aan een aantal Kamerleden die hij etnisch bejegend had. En het gaat om Kamerleden, Tweede Kamerleden van buitenlandse afkomst. Nou, hij heeft gezegd, dus Azarkan heeft gezegd, dat hij zijn excuses aan zou bieden aan die Kamerleden. En wanneer gebeurt dat nou? Daar gaat het om. Voorzitter, de heer Azarkan stond hier net en toen had hij een hele stapel met moties voorstellen die Denk heeft gedaan tegen discriminatie. En hij noemt er nu ook een hele hoop. Maar ik wil toch graag even met hem terug naar het debat wat hij net ook al even had met de heer Ascher. Over de filmpjes die Denk zelf maakt en online heeft gezet. Video's waarin volksvertegenwoordigers hier in het Nederlandse parlement niet aangesproken worden op hun politieke ideeën, maar op hun achtergrond. De namen zijn net al genoemd, maar het zijn mensen met een buitenlandse achternaam die door Denk op die manier worden aangesproken. En daar is een naam voor, dat heet namelijk etnisch profileren. En ik dacht toch eigenlijk dat dat nou precies was waar de heer Azarkan en Denk betogen zo'n hekel aan te hebben. En in een vorig debat zei de heer Azarkan hierover dat hij daarvoor excuses wilde maken. Ik hoorde hem net ook op een ander vlak over excuses praten. En ik ben benieuwd of hij bereid is om dat inderdaad aan die betreffende Kamerleden te doen. Ja. Voorzitter, het gore lef hebben om hier aan mij te vragen datgene te doen wat in die samenleving aan de hand is. Namelijk institutionele racisme. Om mij te vragen. Nou, dan ga ik even mijn pen pakken.
En dan gaan we even opschrijven wat dit grote licht nu net zei. Een blaadje erbij. Het begon met het Gorelef, hè? Dacht ik. Bereid is om dat inderdaad aan die betreffende Kamerleden te doen. Ja. Voorzitter, het gore lef hebben op... Het gore lef hebben... om mij te vragen... denk ik, hè? Om hier... om hier... aan mij te vragen datgene te doen wat... Om mij te vragen, om hier, datgene te doen... in die samenleving... dat in de samenleving... aan de hand is, namelijk... aan de hand is... namelijk institutioneel racisme om mij institutioneel racisme om mij te verwijten mij te vragen en om mij daarop te bevragen. Voorzitter heeft en om mij daarop te bevragen. Even kijken of ik het allemaal goed heb begrepen. Die betreffende Kamerleden te doen. Ja. Voorzitter, het gore lef hebben om hier aan mij te vragen... datgene te doen wat in die samenleving aan de hand is, namelijk institutioneel racisme. Nee, ik heb het niet helemaal goed. Het gore lef hebben. Nog een keer schrijven. Hoor. Voorzitter, het gore lef hebben om hier aan mij te vragen. Het gore lef hebben om. Het gore lef. Hebben om hier aan mij te vragen datgene te doen dat in de samenleving aan de hand is. Te doen wat in die samenleving aan de hand is. Te doen datgene te doen dat in de samenleving aan de hand is, namelijk institutioneel racisme. En dan gaat hij herhalen om mij te verwijten en om mij daarop te bevragen. Dus het gaat om die openingszin, dus die zin. Het gore lef hebben om hier aan mij te vragen datgene te doen dat in de samenleving aan de hand is, namelijk institutioneel racisme. Snap jij die zin eigenlijk? Het gore lef hebben om hier aan mij te vragen... Zeg ik het goed, hè? Het gore lef hebben om hier aan mij te vragen datgene te doen dat in de samenleving aan de hand is, namelijk institutioneel racisme. Het gore lef. En dat mij te vragen, hier,
om datgene te doen? Dus je vraagt aan mij om institutioneel racistisch te zijn? Waar haal je het lef vandaan? Dat is Asakan. Dat was dus niet ik, dat was Asakan. Ik probeer even duidelijk te maken wat die man aan het zeggen is. Dus Lilian Marijnissen vraagt hem van... Ja, jongen, jij hebt zelf een aantal mensen van een bepaalde bevolkingsgroep weggezet als een stelletje achterlijke... Weet ik wat hij heeft gezegd. Van dat soort lui, die deugen niet. En jij zou sorry zeggen. Ja, ik neem een slokje van mijn thee, hoor. Dus, volgens mij heeft Lilian Marijnissen helemaal gelijk. Ja. Er is geen vraag over het feit of hij het gezegd heeft of niet. Er is ook geen vraag over het feit dat hij gezegd heeft dat hij excuses zou maken. Er is alleen de vraag, wanneer komen die excuses? En als je eens vraagt naar zijn excuses, dan komt hij met het gore lef hebben. Om hier aan mij te vragen datgene te doen dat in de samenleving aan de hand is, namelijk institutioneel racisme. Dit is... Hoe moet je dat nou beschrijven? Kijk, ik ben niet zo'n ontzettende Pim Fortuyn fan of zo. Met dit was over de multiculturele samenleving op scherp als hij de islam een achterlijke cultuur noemt. Het is een politieke bom, zijn interview met de Volkskrant. Als ik zeg dat de islam onderontwikkelde of achterlopende cultuur is. Daar heb ik 3 boeken over geschreven, mevrouw. Dat vind ik niet een opmerking kort door de bocht. Maar achterlijke cultuur heeft natuurlijk een bijsmaak. Ja, nou, goed, dus ze hebben het over achterlopend. Vindt u nou misschien milder, maar ik wil ook wel het woord achterlijk betekent gewoon dat je niet bij de tijd bent. Nou, dat vind ik en dat heb ik ook aangetoond. Dat zo is, vanuit ons gezichtspunt gezien. Dat zij dat anders zien, dat haal je de koekoek, dat wil ik wel geloven. Maar daar liggen de moeilijke integratieproblemen, waar niet alleen natuurlijk Nederland mee kampt, maar heel West-Europa. Nou, dat heb ik benoemd en dat vind ik geen opmerkingen kort door de bocht. Ik heb het zeer uitvoerig beargumenteerd in mijn schriftelijk werk, dus ja, hou eens een keer op. Want u wil ook die islam als het ware openbreken, hè? Denkt u dat dat lukt door het echt op het scherpst van de snede te spelen? Ja, daar heeft ze een punt. Het punt is in deze dat wat Asakan hier doet... Nog een keer, hem. ...van de Kamerleden te doen. Ja? Voorzitter, het gore lef hebben om hier aan mij te vragen datgene te doen wat in die samenleving aan de hand is, namelijk institutioneel racisme. Om mij te vragen en om mij daarop te bevragen. Voorzitter, heeft haar collega 3 weken geleden gedaan. Ik stel voor dat mevrouw Marijnissen, die het overigens prima vindt, als je de racistische karikatuur van Zwarte Piet, want dat zei ze... De racistische karikatuur van Zwarte Piet? ...in een tweet, dat mag van haar, Hem wordt gevraagd wanneer hij nou eens sorry gaat zeggen voor een aantal opmerkingen die hij heeft laten publiceren via de website van Denk. Dus het is er geen het over eens. Hij zelf ook. Hij heeft ook gezegd, ja, dat kan niet. En ik zal sorry zeggen. En wanneer gaat hij dat nou doen? En dan gaan we beginnen over Zwarte Piet. Ja, dat is precies het spelletje. Mekaar de Zwarte Piet toespelen. Want nou, jij beschuldigt mij van het feit dat ik nooit excuses heb gemaakt. Nou, heb ik ook niet gemaakt. Maar nu ga ik jou even ergens van beschuldigen. Hè? Met jouw racistische Zwarte Pieten. Hè? Jij hebt gezegd over die racistische Zwarte Piet dat dat best kan. Nou, dat vind ik instueel racisme.
Daar mag je Zwarte Piet gewoon tijdens carnaval, dan wordt iedereen op de hak genomen. Voorzitter, het gore lef om mij hiervoor te verantwoording te lopen. Haar collega heeft dat gedaan. Mevrouw Leijten, er kwam toen... Ja, dus hij zegt... Kijk, dat je mij vraagt van wanneer maak ik nou mijn excuus, hè? Dat is tot daar aan toe. Maar dat dat gevraagd wordt door een racistische Zwarte Pieten aanhanger... Dat vind ik echt te erg voor woorden. Snap je? Dus als hij je portemonnee jat... en je zegt, hey lul, dit is mijn portemonnee. En dat vindt hij dan niet leuk, hè? Maar als je dan ook nog een racistische Zwarte Pieten aanhanger bent... ja, dan krijg je je portemonnee echt niet terug. Want je bent een racistische Zwarte Pieten aanhanger. Je telt helemaal niet mee. Toen een hele... Hups, meneer Segers heeft het al een keer gedaan tijdens een onderwijsdebat. Voorzitter, ik heb me hier vaak op dit punt al verantwoord. Ik heb aangegeven dat dat een aantal jaren geleden gebeurd is. Ik heb aangegeven dat ik dat niet oké vind. Ik stel voor dat mevrouw Marijnissen de handelingen van dat debat nog eens naleest. Daar staat exact in hoe ik erover nadenk. Mevrouw Marijnissen. Ja, voorzitter. En laat dat nou juist zijn wat ik heb gedaan. En daarin zei de heer Azarkan dat hij bereid was om die excuses te maken. En daarna hebben de verschillende Kamerleden die dit betreft... deze onheuse aanval van denken, meneer Azarkan kan wel heel boos op mij worden... en het gore lef, allemaal hele grote woorden die sowieso vandaag... door de heren allemaal weer vallen. Maar het gaat erover dat Denk zich schuldig maakt aan dat wat ze zelf zo bekritiseert. En ik heb die handelingen nageslagen, steken, ik heb dat debat gezien, gekeken, ik heb gehoord wat u zei. U zou excuses maken. En die Kamerleden zeiden, nou, we hebben nog steeds niks van de heer Azarkan gehoord. Dus of u staat hier voor de bühne te praten met een mooi antiracisme en antidiscriminatieverhaal, maar u bent niet bereid om die excuses te maken. Of u trekt niet zo'n grote broek aan, maar u maakt vandaag wel die excuses. Want volgens mij hebben die mensen er lang genoeg op gewacht. Voorzitter, dit platgetreden paadje, wat al een aantal keren geprobeerd is bij mij, dat ziet er nu echt heel kaal en droog uit, voorzitter. En ik krijg de indruk dat mevrouw Marijnissen een beetje praat als een beschonken komkommer. Ik ben hier heel helder over geweest. Als mevrouw Marijnissen de conclusie trekt dat ik daar op een manier over gesproken heb, waarvan zij zegt, u zou excuses aanbieden, ik heb dat al gedaan. Ik heb hier aangegeven dat ik dat betreur, dat ik dat niet goed vond. Dat heb ik al aangegeven. Dus u heeft de handelingen niet goed gelezen, voorzitter. Maar u kunt hierover blijven doorgaan. Maar volgens mij is het de bedoeling vandaag... is dat we ons omarmen rondom institutioneel racisme. En u kunt mij de maat nemen, dat kunt u allemaal. Maar voorzitter, wat ik constateer is dat het hier de partijen zijn... die met elkaar al honderden jaren de regering vormen. En u kunt Denk betichten van het feit dat wij institutioneel racisme hebben veroorzaakt. Maar voorzitter, daar bent u met z'n allen verantwoordelijk voor. En ik heb al aangegeven dat de partijen die de instituties hebben gebouwd... Ja, ook de SP en alle andere partijen in deze Kamer. Dat is natuurlijk maar de vraag of die het kunnen afbreken. Maar ik heb wel hoop, voorzitter. Ik heb hoop dat we met z'n allen ons kunnen scharen rondom de pijn... die zwarte Nederlanders hebben laten zien tijdens bijeenkomsten. En ik heb daar uiting aan gegeven. En ik zal er ook moties voor indienen. Als mevrouw Marijnissen hetzelfde doet als wat haar collega 3 weken geleden deed, hobby... ik vind dat prima. Ik kan haar daar lang over beantwoorden. Maar als mevrouw Marijnissen samen wil optrekken om problemen op te lossen, dan is ze van harte welkom. Mevrouw Marijnissen. Ja, voorzitter. Azarkan wordt nogal boos. Hij noemt mij zelfs, ik hoorde het goed, een beschonken komkommer. Nou, ik weet niet wat dat is, meneer Azarkan. Ik spreek u aan op uw verhaal hier. Op uw anti-racisme en antidiscriminatieverhaal, dat ik dat zo belangrijk vind. En ik spreek u aan op wat uw partij zelf doet. En ja, u zei in het debat, ik betreur dat. Maar u zei ook, u zou excuses maken. En mijn simpele vraag was, en daarna wordt u heel erg boos. Mijn simpele vraag was, kunt u dan die excuses aan die mensen maken? Want die hebben nog steeds niks van u gehoord. Dus u kunt hier boos worden. U kunt uit de bocht vliegen wat mij betreft. U kunt nog bozer worden. Maar als Denk hier zo'n grote broek aantrekt en zo'n groot verhaal houdt... antiracisme, antidiscriminatie, dan past het toch ook, als u dat echt betreurt... dat u ook zo fatsoenlijk bent om die mensen uw excuses te maken. En dat is het enige wat ik van u vraag. Voorzitter, als er één ding is wat Denk doet, dan is dat inderdaad een grote broek aantrekken als het gaat om het bestrijden van racisme. Dat doen we met plezier. Dat doen we met opgeheven hoofd, omdat wij een diverse partij zijn. Omdat wij een partij zijn die dagelijks merken wat het betekent als je uitgesloten wordt. En dat weet niet iedereen in deze Kamer. Omdat we ons niet allemaal kunnen inleven over wat het doet als je voor een zoveelste keer aangehouden wordt door de politie.
Voorzitter, dat doe ik met veel plezier. En nogmaals, ik verwijs mevrouw Marijnissen graag naar de handelingen van de verschillende debatten waarin ik mij al heb verantwoord voor de vragen die zij gesteld heeft. Ja, en die Kamerleden die hebben nog helemaal geen excuus ontvangen. Hij heeft in het algemeen gezegd, ik betreur het. Ja, dat is geen excuus, hè. Hij zou excuus maken aan die mensen. Beste Peter, toen en toen heb ik gezegd dat en dat. Dat ga ik nu niet herhalen, maar dat was niet onhandig, het was slecht wat ik deed. Onhandig en slecht. En ik vind het jammer dat het gebeurd is. Kom vanavond even langs in de foyer en heb ik zoute haring met oude jenever. Nee, dat gaat natuurlijk niet, maar zoiets. Een cadeaubon voor een bezoek aan een spa. Hey, dat is excuus maken. Heeft hij niet gedaan. En een beetje blazen over institutioneel racisme in Nederland. Want Marokkanen worden vaker aangehouden door de politie. Ja, onze gevangenissen zitten voor 2/3 vol met mensen van buitenlandse afkomst. Ja, moet je weten wat van geld dat kost. Ja, gaan we niet vertellen dat het onze schuld is. Nee, we zijn rustisch. En dan weet ik wel dat in de bak zitten heel veel mensen voor drugshandel. Maar dan nog, ik doe toch ook geen drugshandel. En die mensen wel. En dat mag niet. Dan kom je in de bak. Ja. Een vriend van mij die zit ook in de drugshandel. Hij heeft meerdere van mij. Vrienden, ja, hele aardige gozers. Knettergek. Maar wat maakt het uit? Ze doen geen vlieg kwaad. Die ene die zit in de wiet. Dus die woont dan anti-kraak. De godganse tijd. Dan moet hij ergens wonen, anti-kraak. En van de firma. Dat is een grote business hoor, hier in Arnhem. Dat zal overal zo zijn. En die hebben lijntjes met volkshuisvesting. Die betalen dan. Ik weet niet hoe dat gaat. Nu moet maar gecontroleerde kweek of zo. Ik ken ook een vent, dat is een heel aardige gozer en die zit ook in de drugshandel. Dat is een buitenlander dan. Maar die anderen zijn Hollanders en die zitten echt in de productie. Die buitenlander zat meer in de handel. Die Hollandse jongens, die ene die maakt dus wiet. En die andere die zit in de, wat deed hij nou, speed. Een hele goeie. Speed, ze maken hier in Arnhem zulke goede speed, dat ze die moeten versnijden. Want anders gebeuren er ongelukken. Dan gaan mensen dat consumeren alsof het normale speed is. En dan is moeder aan het huilen. Goed, en die jongens, die Hollandse jongens, die worden niet gearresteerd. Misschien komt dat nog. Maar onze gevangenissen zitten voor 2/3 vol met mensen van buitenlandse afkomst. En dan hoor je dit taalgebruik van een van hun, zullen we zeggen, prima donna's.
En dan denk je, oeps, toch? Het is toch best erg. Het gore lef hebben om hier aan mij te vragen. Datgene te doen dat in de samenleving aan de hand is. Namelijk institutioneel racisme. Nee, nu word ik boos. Ik weet niet precies wat Pim Fortuyn bestudeerd heeft, hoor. Die had het dus over 3 boeken of zo, dat hij geschreven had. Nog even naar hem luisteren, ja. Ons gezichtspunt gezien, dat zij dat anders zien, dat haal je de koekoek, dat wil ik wel geloven. Maar daar liggen zeg maar de moeilijke integratieproblemen, waar niet alleen natuurlijk Nederland mee kampt, maar heel West-Europa. Nou, dat heb ik benoemd. Dat vind ik nogmaals geen opmerking kort door de bocht. Ik heb het zeer uitvoerig beargumenteerd in mijn schriftelijk werk. Dus ja, hou eens een keer op. Want u wil ook die islam als het ware openbreken, hè? Denkt u dat dat lukt door het echt op het scherpst van de snede te... Nee, dan wordt het volgende. Daar weet hij geen antwoord op, hoor. Pim Fortuyn, ja, is dood. Daar weet hij geen antwoord op. Pim Fortuyn is katholiek. Hè? En het Mohammedanisme is van... Ja, dat is punt 1 gelieerd aan de katholieke kerk. En ze delen bepaalde dingen. De bedevaart en Mariaverering. Heilige dagen. En dan moet iedereen komen. Oh ja, en vasten. Dat is allemaal katholiek. En er wordt gezegd dat de katholieke kerk... Dat hele gedoe, zo mag je het niet zeggen. Maar die geloofstroming... dat de katholieke kerk dat aangezwengeld heeft. Met als achterliggende bedoeling om Jeruzalem in handen te krijgen. Want ze kregen de Joden er niet uit. Dat was ook het gedoe met die kruistochten. Het ging om Jeruzalem. Ging het altijd om. Jeruzalem is belangrijker dan Tokio. Ja, helaas. Dat is jammer voor Tokio. Natuurlijk is dat jammer voor Tokio. Het is ook jammer voor Kyoto. Ja. Zit er vlakbij. Ja. Tokio en Kyoto. Ja. Nou, allebei die steden zijn niet zo belangrijk als Jeruzalem. Ja. Ook samen niet. Ja, dat is verder niet zo erg, toch? Maar ik woon ook niet in Jeruzalem. Dus. En de paus wil Jeruzalem. Zo. En de paus is gek. Zo. En Pim Fortuyn bij leven, die dacht dat er enig goed zat in de paus. Zo. Hij was katholiek. Maar ja, dan krijgt hij dus heisa met... Noem het maar een dochter. Een dochterkerk. En dan een hele aparte stroming. Die wordt helemaal van bovenaf aangestuurd, hoor. Het is helemaal geanalyseerd. De rituelen die ze hebben, de maatvoering, ook met getalsmatigheden. Dat is allemaal doctrine. Van de katholieke kerk. En dan vrij ingevuld naar de behoeften van de cultuur, van het land, van de Arabier.
Die Jezuïeten zitten erachter. Het was een ex-Jezuïet die dat op heeft gebiecht. Op internet staat hij. Alberto Rivera. Rivera. Je zegt Rivera op zijn Nederlands. Net als dat onderbroekenmerk voor dames. Maar dan met een R. Dus niet Livera, maar Rivera. Tja. Nou, af te sluiten met Pim Fortuyn. Ik blijf het verschrikkelijk vinden wat die man gebeurd is. Er is ook geen conspiratietheorie dat hij nog steeds leeft. Hè? Dat heb je wel bij die Theo van Gogh. Goh, is hij dood? Maar bij Pim Fortuyn niet. Hè? Iedereen is ervan overtuigd dat die gozer echt dood is. En wat ik jammer vond, hè? Ik had dat boek gekregen van een fan van mij. Dat vond ik heel lief van haar. Het was haar eigen exemplaar, dat ze 4 keer gelezen had. En ik dat boek doorheen, van Ine Veen, is dat. Moord namens de kroon. Ja, moord namens de paus, zo had dat moeten heet. Moord namens de Jezuïeten, kun je ook zeggen. En, Mio, dat verhaal met die Volkert van de Graaf, daar geloof ik helemaal niks van. Punt. Ik ken Wageningen, daar komt Volkert van de Graaf vandaan. Tenminste, daar had hij furoren met, Milieudefensie. Nu was allemaal eco en geen eenden voeren met bruin brood, want daar gaan ze dood van. En je had milieuoffensief en die waren net zo, maar die hadden er genoeg van. Die waren radicaler. Voor het milieu. Ja, het zal. En zo iemand komt dan aan een wapen en die komt aan de agenda van Pim Fortuyn en die weet er op tijd te zijn en die weet binnen te komen. Dat terrein, daar kom je niet zomaar op. Ik heb daar gewerkt. Hè. Mediapark, Hilversum. Ik denk niet dat je daar zo door de poort kan wandelen. Of je moet er heel betrouwbaar uitzien. Ik ben er ook nooit aangehouden of zo. Maar zo'n keurige auto. En dan denkt zo'n portier, oh ja, dat is zo iemand zoals Peggy. Maar dan moet je daar in je eentje binnenkomen wandelen met een gun. Hoe hou je je zenuwen onder controle? Want je gaat eraan, hè? Je gaat de toekomstig premier van Nederland vermoorden. Je bent gelijk Balthasar Gerard. Die heeft Willem de Zwijger vermoord. Dat was ook namens de paus. Moord namens de paus. Daar gaat het om. Tja. En dan zitten wij opgescheept met zo'n Farid Asarkan. En iets zegt mij dat hij binnenkort weg is. En dan krijg je er weer eentje voor terug. Mafketel.
het gore lef hebben om hier mij te vragen datgene te doen dat in de samenleving aan de hand is. Namelijk institutioneel racisme. Nou, meneer de voorzitter, het is een platgetreden pad. Leeg en verdord. Oh ja, en dan noemt hij Lilian Marijnissen ook nog een beschonken komkommer. Ja, zucht. Ja, ik wens ons veel succes. En ook heel zielig voor al die Marokkanen. Ik weet zeker dat er Marokkanen zijn die zich erg schamen. Voor een van hun die zegt het gore lef om mij hier te vragen datgene te doen dat in de samenleving aan de hand is. Namelijk institutioneel racisme. Ja, laten we er maar om lachen. Hè? Tot de volgende.